waar we het net over op de heenweg over hadden. Dat je iets eerder mag koppelen met je rug. Want nu deel je je hou een beetje in tweeën. En dat zie je omdat je dus eerst je benen trapt. En dan neem je je rug mee. Daarna. En als je je rug meeneemt, dan komen je knieën weer omhoog. Dat zou je zo aan de zijkant beter zien. Ja, zijkant. Dus nu komen je knieën weer omhoog. Net aan het einde als je dus je rug laat vallen naar achter. Dus je mag iets eerder je rug meenemen. Iets eerder koppelen.